honey, babe. Ooh, honey, babe. Honey, babe, I like your kind of love, yeah. Honey, babe, I like the way that you walk by. I like the way you swing your eye. I like your kind of love. That's good, baby, that's good. Every night, I like the way you beg for more and linger there outside the door. I like your kind of love. And that's good, baby, that's good. Dream come true. I like your kind of love. And that's good, baby, that's good. Honey, babe. Uh-huh. Mm-hmm. Honey, babe. Uh-huh. Mm-hmm. Honey, babe. I like your kind of love. Ooh, honey, babe. I like the way you wear your clothes. My love for you just grows and grows. I like your kind of love. Honey, you know I do. When you're near, you don't know what you do to me. And that's the way it ought to be. I like your kind of love, honey, you know I do. Don't you know I love you so? Can't you see that you're for me? Honey, babe, I like the way you understand. I like your kind of love, honey, you know I do. Honey, babe. Ooh, honey, babe. Honey, babe. Allemaal van die miniatuurbeltjes, wat de winnaars van 20 beelden gemaakt hebben. En dan zijn er allemaal de plekken waar die beelden staan. Hier is bijvoorbeeld de schreeuw van... is dan een nummer 17, die staat dan bijvoorbeeld hier. Oh ja. En dat is voor allemaal verschillende beelden. De titels weet ik op het moment niet uit mijn hoofd, maar dat is bijvoorbeeld mijn beeld, een miniatuur. En dat is de boom waar die paardenhoofd in gemaakt heeft. En dat is die blauwe man die daar ligt, de slaapzak. Ik werk op de kunstwerkplaats de Lutmerstraat van Kodaan. En dan ben ik aan het boetseren. Van beeldjes, van portretjes maak ik uit mijn eigen fantasie. En ik maak ook wel eens dieren. Of bij de laatste tijd met fantasiebomen bezig met portretjes erin. En dan dat decoreer ik soms. En soms laat ik het wel op een eigen kleur. Dat het een mooie rood steenkleur heeft. En dat vind ik ook wel mooi om te zien. En dat hoort wel bij mijn kunst. Om sommige dingen gewoon te laten zoals het is. En ja. Niet te decoreren. Hoe lang ben je eigenlijk al bezig, Marcello? Ik ben 2011 ben ik begonnen bij de kunstwerkplaats in Kodaan, dagbesteding. En dat doe je dan iedere dag? Of? Nee, het 4 dagen in de week. Begon met 1 dag in de week. Ja, ik was er zo helemaal gek van dat ik nog langer wou blijven werken. En dan heb ik een paar dagen bijgenomen. Dus dan totaal 4 dagen. En zijn die beelden over het algemeen die je maakt, die werken, zijn dat grote werken of kleine werken? Ik maak klein werk. Ik heb een paar grote werken gemaakt. Ik heb een boeddhiste gemaakt. Dat was een opdracht. Diegene die opdracht had gegeven, wou me alsnog niet kopen. Oh. En toen kwam hij in de winkel terecht. Een paar dagen later was hij alsnog verkocht. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Dat is een mooie revanche. Ja, precies. Hey, maar nu is er iets heel wonderlijks gebeurd. Ja? Want we zijn hier in het Amsterdamse Vondelpark. En dat Vondelpark bestond 150 jaar. En er was eerst een beeldenroute Zuid. Ja. En die beelden zijn uitgekozen, zeg maar, om in het Vondelpark neer te zetten. Ja. En ja, jouw beelden staan er ook bij. Vertel eens even de geschiedenis. De geschiedenis van Nederland. We werden uitgenodigd met een kunstenaar, Gerben Lichtenlein, om een wedstrijd mee te doen voor de beelden in het Vondelpark. Ja. Van de junior. Dus Vondelpark junior arts uit. En dan heb ik bedacht om een boom te maken met een paardenhoofd erin, want het thema was ook vervoer. En de paard staat voor vervoer in de boom. Maar ik wou echt een fantasieboom maken met strontjes eraan waar de kinderen ook op konden klimmen.
Dat kon niet meer gemaakt worden. We hebben maar een echte boom gebruikt en we hebben een paar hoofd daar, zoals je ziet, in de boom gehangen. Ja, we gaan er even naartoe lopen. Ja. Daar zien we inderdaad het paardenhoofd van Marcello. In piepschuim gezaagd. En er is dan een polyester overheen gekomen. En over polyester werden er dan geschilderd, zoals de ogen, de oren en het huidskleur, zeg maar, van het paard. Ja, en dan zien wij dat het paard gezelschap heeft gekregen. Zullen we er even naartoe lopen? Jazeker. Want als ik goed begrijp, is dit een ode aan de oude hippies die vroeger in het Vondelpark sliepen. Klopt. En speelden. Ja, maar deze man, ja, die gitarist, is later erbij gekomen om een compromis van de boom. Ah. Want die boom werd niet meer gemaakt. Nee. En hebben we dan, waar had hij een kale hoofd? Ik maak er eentje met een kale hoofd. Dan zei die kunstenaar, is het niet leuk om een beetje een gezicht te maken of een hoofd te maken wat op jouw hoofd lijkt? Ja, dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. Want in de verte denk je echt, daar zit Marcello met een gitaar. Prachtig, ja. Ja. Dat was wel leuk. Ja. En dat is wel origineel gebleven, behalve de kleur. Omdat mijn kleur was iets te donker. Ja. En dan zal het niet opvallen. Nee. Maar het was een prachtig project, want je hebt alles met een cirkelzaag of een kettingzaag gemaakt. Ja. En heb je gewoon helemaal die figuren in gezaagd. En hebben we met zo'n heel groep vrouwen erbij. Ja. Het geschilderd ook. Dat was heel leuke vrouwen die bij hem les hebben gehad, waren vrouwen. Ja. En heb je ook uitgenodigd. En hebben we er nog met potten verf een kleur gegeven. Door felle kleuren. Want je ziet hem al van afstand, zie je die belden al. Ja. Ja, dat was eigenlijk wel een, met een comprimier hier en daar, toch wel een heel geslaagd project. Ja. Ik word ook wel heel blij mee. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is... Prachtig, ja. Prachtig. Het is ook wel iets om in de toekomst misschien nog voor te zetten. Dat soort dingen te maken, als je echt hele mooie beelden maakt en waarvan mensen denken van wauw, dat kunnen we wel in het groot maken. Dat zou wel geweldig zijn, zeg. Ja. Daar zou ik heel trots zijn. Ja. Ik ben allemaal trots. Ja. Dat deze in ieder geval. Ja. Nou, zeker. Hartstikke goed. Nou goed, hey, bedankt. Dankjewel. Ja? Ja.